Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Studio ADO. In deze aflevering praten we uitgebreid met de trainer Dirk Kuyt en met speler Tyrese Asante. In de studio begroeten we onze analist Ben van Dam. Ja Ben, hartelijk welkom om toch even te beginnen. Terug te blikken naar het duel afgelopen zondag. Sfeerloos stadion tegen FC Den Bosch. Ja, na het debacle tegen Heracles was dit ook niet geweldig. Nee, en ik denk toch ook een enorme teleurstelling voor alles en iedereen rond ADO, die ADO een goed hart toedraagt. Maar ja, je verliest hem dan toch weer. En dat hadden we met z'n allen toch niet verwacht, dat ADO de eerste twee wedstrijden zou verliezen. Kijk, Heracles, dat zou nog kunnen. Maar thuis tegen Den Bosch hadden we toch eigenlijk die drie punten al bijgeschreven. Ja, nou hoor ik Kuyt ook zeggen na de wedstrijd. Tegen Heracles werden afspraken niet nagekomen. Nu tegen Den Bosch in delen van de wedstrijd weer die afspraken niet nakomen. En dan denk ik, ja, maar we hebben het wel te maken met profspelers. Ja, en dan denk ik, als hij dan vindt dat de afspraken niet worden nagekomen, moet hij ingrijpen. En dan moet hij of een wissel toepassen, of uiterlijk in de rust de boel rechtzetten. Maar ik kan me niet voorstellen dat spelers echt de boel niet na willen komen. En dan zou je vanaf de zijkant misschien wat beter moeten corrigeren. Ja. Hij zei wel, het gesprek wat we dadelijk laten zien, wat ik met hem had. Luister, die wedstrijd hadden we ook gewoon kunnen winnen. Zeker als ik kijk naar het eerste kwartier. We hebben toch diverse kansen gehad. Ja, maar dat vind ik eigenlijk een beetje naar jezelf. Een beetje te goed kijken naar jezelf. Heracles speelde ADO gewoon helemaal weg in de eerste helft. Ja, misschien... Nee, ik heb het over de wedstrijd tegen Den Bosch. Ja, oké, tegen Den Bosch. Ja, nee, ik denk dat Den Bosch, dat ze daar wel natuurlijk in de beginfase grote kansen kregen. En als het 1-0 voor ADO wordt, ja, dan kan zo'n wedstrijd inderdaad heel anders lopen. Maar over het algemeen genomen vond ik ADO daar toch ook weer niet echt een goede wedstrijd te spelen. Nee, verdedigend zit het nog niet lekker. Als je dan kijkt naar die verdediging. Boy Kemper is nog de enige die er van vorig seizoen staat. Verder was het een hele andere verdediging. Met name in het centrum. Dirk Karlsson speelde wel een hele matige partij. Ja, die was heel matig. Maar ik vind het verdedigen begint eigenlijk ook van voren. Hè. Ik bedoel, heel de ploeg staat gewoon nog niet goed. Het staat tactisch nog niet goed. De afspraken zijn nog niet goed. Ik denk dat de spelers nog aan elkaar moeten wennen. En ik vind ook dat we Dirk Kuyt daar de lengte voor moeten geven. Zeker. Om dat uit te werken. Dat kan je niet na twee wedstrijden. Kan je hem niet afmaken. Vind ik echt vind ik niet oké. Ik vind dat je die jongen de kans moet geven om er goed elf van te maken. Ja, en Boy Kemper is wel de enige die er vorig jaar ook stond. Maar die vind ik op dit moment ook wat minder draaien. Gewoon de hele ploeg draait op dit moment stroef. Het lijkt of ze allemaal met een zak aardappels op hun rug lopen. Ja, zeker. Nou, positief vond ik dan wel de tweede helft weer het invallen van Tyrese Asante. Ja, dat blijft dus een groot talent. En dat is ook een jongen die net zo makkelijk basis kan spelen. Ja, dan zal de trainer de keuzes in moeten maken. Maar wat dat betreft, denk ik dat we, wat ik net zeg, Dirk Kuyt de lengte moeten geven om zijn juiste elftal nog in elkaar te draaien. Dat puzzeltje moet straks in elkaar vallen. En dan hopen dat je een goede serie gaat maken. Alleen, het kan geen drie wedstrijden meer duren. Nee, goed. We gaan dadelijk praten over de wedstrijd van vrijdag tegen MVV. Want we gaan eerst kijken naar het interview dat ik op het trainingscomplex had. Volop nog in de regen met de trainer Dirk Kuyt. Dirk, de wedstrijd tegen Den Bosch. Is die deze week nog uitvoerig nabesproken? Uitvoerig. We hebben dat wel heel goed geanalyseerd. Ten eerste met de staf. En daarna natuurlijk met de spelers, zoals we dat na elke wedstrijd doen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of we nou winnen of verliezen of gelijk spelen. Nou, in dit geval was de teleurstelling groot. Omdat ook zeker de dagen erna is gebleken dat wij absoluut niet hadden hoeven te verliezen van Den Bosch. Sterker nog, ik vond dat we gewoon ruim hadden kunnen winnen.
Alle respect natuurlijk dagen later voor de tegenstander Den Bosch die dat gewoon heel goed gedaan heeft. Maar wij hadden veel meer voor onszelf kunnen betekenen dan die wedstrijd. Bij die analyse heb je dan de vinger op de zere plek om misschien een plekje wel kunnen leggen? Nou ja, je merkt gewoon dat op het moment dat we tegenslag hebben, dat we daar nog niet snel genoeg overheen komen. We hebben nu zeg maar, zeker te maken gehad met een achterstand waarin we vrij snel daarna weer een goal tegenkrijgen. Nou, dat is iets wat te maken heeft met vertrouwen. En dan kom je ook gelijk bij de kansen die je creëert, waarin je de ene na de andere mooie aanval aflevert. Met name in de eerste helft, in de beginfase van die eerste helft. Ja, dan moet je jezelf belonen in het afronden. En dan heb je soms een klein tikkeltje geluk bij nodig om dat vertrouwen mee te krijgen. Waarin je een goal maakt en waarop dan snel ook weer de volgende volgt. Dus dat is eigenlijk de analyse van afgelopen zondag. Onszelf enorm tekort gedaan. Tegen Heracles, bepaalde afspraken ben je nagekomen. Deels ook bij de wedstrijd tegen Den Bosch. Na afloop zei je misschien leg ik wel de lat wat te hoog voor spelers. Het zijn toch wel profs? Ja, zeker zijn het profs. Ze hebben ook ontzettend hard gewerkt de afgelopen weken. Alleen je moet niet vergeten dat er een bijna compleet nieuwe staf staat. Met een nieuwe trainer, andere assistenten. Wel wat stafleden die er al waren. Maar we werken op een andere manier. We vragen veel van de spelers. Spelers hebben vaker krachttraining, ontbijt hier, lunch hier. Hebben een pre-activation om zichzelf op te warmen. Het zijn allemaal veranderingen. Die ze het vorig seizoen niet hadden. Uiteindelijk komt dat naar je toe en levert dat iets op. Aan de andere kant moet je jezelf natuurlijk altijd de vraag stellen van is dat op dat moment niet te veel? Als je te veel dingen van mensen gaat vragen, dan vergeten ze dingen. Nou, daar hebben we goed naar gekeken. En ik denk dat we een hele goede koers varen waarin we heel goed in de gaten houden of we dat niet te veel doen. Vrijdag was het tegen MVV. Die hebben afgelopen maandag toch knap gepresteerd tegen NAC. Het wordt weer geen makkelijke opgave. Nee, maar dat is de keukenkampioen divisie. Daar waarin alle tegenstanders van elkaar kunnen winnen. Waarin je de meest verrassende resultaten vaak ziet. Dus uiteindelijk ligt de waarheid natuurlijk altijd bij jezelf. En we kijken ook heel erg naar onszelf, ons eigen proces waarin we zitten. Ja, en wij zijn nu echt in een fase dat we gewoon moeten winnen. Zo simpel is het. Heel veel dingen die we doen zijn goed, maar alles valt of staat met het resultaat. En als je 2 gespeeld 0 punten, sterker nog geen doelpunten gemaakt hebt, ja, dat is gewoon niet goed. En dat moet veranderen en dat is nu de hoogste prioriteit. Vorig seizoen kende ADO een hoogtepunt in het seizoen uit bij MVV. Ze pakten daar de eerste periodetitel. Geweldige wedstrijd. Het zou wel lekker zijn als het begin van het succes daar ook gaat beginnen komende vrijdag. Ja, nou, ik teken daarvoor. Dus inderdaad weet ik dat vorig seizoen ADO de eerste periodetitel pakte, ook nog eens tegen MVV. Ja, voor ons is nu belangrijk dat we de eerste punten gaan pakken. En dat zal deze groep denk ik een enorme boost gaan geven. En dat is waar we met z'n allen zo hard voor werken. Ja, positief, wellicht het invallen van Tyrese Asante, die deed het goed. Die heb je echt nu duidelijk beschikbaar. Ja, en wellicht de Waal er weer bij. Ja, nou ja, kijk, het positieve is dat inderdaad Tyrese weer helemaal fit is. Hij heeft ontzettend hard gewerkt om weer terug te komen. Natuurlijk een groot gedeelte van de voorbereiding gemist. Maar minuten gemaakt tegen Sparta, minuten gemaakt bij onder 21. En ook nu bij het eerste elftal, de tweede helft gespeeld. Ik ben heel erg blij dat hij terug is. En dat de groep nagenoeg fit is. Daar ben ik heel erg blij om. En je wil als trainer gewoon keuzes hebben. Al is het natuurlijk soms wel moeilijk om die keuzes te maken, maar ja, je wil zoveel mogelijk kwaliteit in je selectie. Nou ja, als je dan over Tyrese begint en Max de Waal, dan zijn we jongens met kwaliteit, ja. Zeker. Afgelopen week dinsdag speelde dan onder 21 tegen jonge Sparta. Er was een grote delegatie van je staf aanwezig. Is dat kijken of er een speler wellicht tegen één aan zit of is dat een routinebezoek? Nee, dat is absoluut geen routine. Ik denk dat je in de voorbereiding hebt kunnen zien dat dat wij heel veel naar de jeugd kijken, dat heel veel jongens de kans hebben gekregen om zichzelf te laten zien. Dat we ook nu in het elftal met jongens spelen die of in de selectie zitten die uit de jeugdopleiding komen, of in ieder geval hier uit de omstreek. En wij proberen elke wedstrijd van onder 21 in ieder geval één staflid aanwezig te hebben. En ja, afgelopen week waren dat er zelfs twee. Ja, en daarin kijken we gewoon naar hoe de jeugd zich profileert. En daar hebben we ook weer interessante dingen gezien en spelers die kloppen daar op de deur. En dat is denk ik hoe je moet werken, dat je op de hoogte moet zijn van elkaars kwaliteiten. En de link met de eerste helftal en de jeugd, die is er. Er is veel contact ook met de trainer van onder 21.
En we proberen waar we kunnen die ontwikkeling door te laten vloeien. Want dat stopt natuurlijk niet bij de jeugdopleiding. Dat gaat uiteindelijk door bij de eerste elftal. En dan proberen we zoveel mogelijk mogelijkheid voor te geven. En, wat dat betreft is dat de eerste twee wedstrijden niet gelukt, want we hadden onze handen vol. Maar ja, mocht de toekomst daar wel ruimte voor zijn om jongens minuten te geven, dan zal deze trainer het zeker niet nalaten. Goed, tot slot, het zou wel lekker zijn tussen en draaien naar Maastricht. 3 punten in de tas terugkeren. Ja, nou ja, of het nou hier thuis bij Den Haag is of in het verste plukje van het land. Je kan het bijna geen Nederland meer noemen. We willen gewoon altijd winnen. En zeker na die belabberde en beroerde start die we gehad hebben, dat willen we zo snel mogelijk wegspoelen en wedstrijden gaan winnen. En laten we dat dan maar vrijdag gaan doen. Tot zover trainer Dirk Kuyt. Ja, en in de studio praten we verder met onze analist Ben van Dam. Ja, Ben, Kuyt gehoord. Ik verwacht dat Asante vrijdag alweer in de basis zal staan tegen MVV. Ja, die kans is heel groot en dat lijkt me ook niet zo gek. Ik denk dat hij het ook verdient om in de basis te starten. En ik denk dat Kuyt toch het vertrouwen moet houden in het elftal waar hij dus mee begonnen is. Alleen ja, je moet wel je zwakke schakels, moet je wel heel snel gaan wisselen. Nou, had natuurlijk wel de pech dat natuurlijk ook vlak voor de wedstrijd tegen Den Bosch Max de Waal moest afhaken. Ja. Want dat is toch ook wel een creatieve speler. Een jongen ook die een doelpunt kan maken, die het ook aardig kon vinden met Thomas Verheid. Ik ga ervan uit dat hij bij MVV er ook weer bij is. Ja, daar ga ik ook vanuit. En dat is natuurlijk, je zit nu toch een klein beetje in een vervelende start. En dan zit dat ook gewoon weer tegen. Ja, en Thomas Verheid is toch ook heel erg afhankelijk van de ballen die hij krijgt. En vorig jaar waren daar Sam Stijn en Kiesnaar waren daar vaak voor verantwoordelijk om hem de juiste ballen te geven. Die heeft hij nu nog niet gehad. Boy Kemper deed het ook wel. Probeerde het nu ook een paar keer, alleen de ballen kwamen niet goed aan. Nee, Boy Kemper heeft het ook nog niet helemaal, dat hij die zuivere voorzet heeft. En ja, als dat weer gaat komen, dan gaat Verheid ook weer scoren. Ja, en dan ga je ook weer winnen. Zo simpel is het. Goed, middenveld. Ik zei al, de kans dat Max de Waal erbij is. Ja, dat gaat dan ten koste van de middenvelder. Wie gaat dat worden? Ik vrees in ieder geval dat Jordy Weerman wel eens zou kunnen zijn. Ik ook. En ik moet je eerlijk zeggen, dat vond ik ook wel een van de minder op het middenveld. Ik denk dat de jongen van Weerman, dat is misschien wel een talent. Alleen ja, die moet nog van ver komen, vind ik. En ik denk dat dat een logische wissel zal zijn. Ja. Nou goed, vrijdag dan MVV uit. Vorig seizoen heel veel succes daar, want daar pakten we de eerste periodetitel. Afgelopen maandag deed MVV het knap tegen NAC. Die wonnen de wedstrijd dus. Met andere woorden, Adenhaag gaat het daar niet erg makkelijk krijgen. Nee, dat wordt gewoon een hele moeilijke wedstrijd. Het is natuurlijk A, een end reizen. En B, is het de druk bij Aden wordt, hoe je het ook wendt of keert, wordt toch hoger. Want ja, je staat nu onderaan met 2 gespeeld, 0 punten, 0 doelpunten voor. Ja, je zal nu dus de 3 punten moeten gaan pakken. Dus de druk wordt echt toch veel hoger voor die gasten. En kijk hoe ze daar weer mee omgaan. Nou, we gaan het afwachten wat het gaat worden. Wij gaan kijken naar een interview met de man die vorige afgelopen zondag dan inviel in de tweede helft. Terug van een blessure, Tyrese Asante. Tyrese, je miste een groot deel van de voorbereiding vanwege een blessure. Wat was het probleem precies? Ik had vorig seizoen nog een blessure overgehouden aan de laatste wedstrijden. Er zat vocht in mijn voet en ik moest wegtrekken. Dus dat heeft even geduurd. Ja. Zie je in die voorbereiding bij Adenhaag toch ook allerlei verdedigers erbij komen? Zelf kan je niet uit de voeten. Dat is een beetje balen dan. Ja, het is sowieso balen als je niet kan spelen. Je bent voetballer, dus gewoon elke minuut wil je spelen. Maar ik heb me niet heel druk gemaakt. Alles gebeurt met een reden, zo zie ik dat. Dus dit ook. Afgelopen zondag tegen Helmond Sport zat je eerste helft op de bank. Hoe keek je tegen die wedstrijd aan? Den Bosch was het, maar ik keek een beetje frustrerend naar de wedstrijd. Je ziet dat je gewoon heel veel kansen hebt gecreëerd. Die schiet je er dan niet in en dan krijg je eigenlijk op een knullige manier krijg je ze 2 tegen. Ja, het is een beetje machteloos eigenlijk aan de zijkant. Zit je er niet te popelen van, ik zou ook eigenlijk wel in willen komen. Wanneer geeft die trainer dat seintje? Ga maar beginnen met je warming-up. Ja, nee, ja, dat is zeker het gevoel wat ik dan heb. En, maar ik denk elke speler die er zit heeft dat gevoel. En hij heeft me erin gebracht in de rust, dus ik was daar wel blij mee. Ja, maar op dat moment sta je met 0-2 achter. Dan moet er wat gaan gebeuren en dat lukt dan ook niet echt. Nee, ik denk dat het ook ligt aan het feit dat Den Bosch gewoon achterin, ze hebben nog een extra verdediger erbij gebracht. Ja, dan wordt het gewoon lastig, dat weet je. Alle lange ballen die gaan naar Thomas, maar er staan 3 verdedigers op zijn nek. Dus ja, dat wordt gewoon heel lastig. Ja, trainer zei in afloop van, ik had Thijs liever nog wat later gebracht om het ritme te krijgen. Ik denk dat jij jezelf denkt van, ik ben er klaar voor. Ja, tuurlijk. Maar af en toe moet je ook een beetje aan jezelf denken, aan je lichaam. En of je niet te snel gaat, want dat heb ik in de voorbereiding ook een beetje gehad, dat ik iets te snel ben gegaan. Dus ik waardeer dat alleen maar dat hij eigenlijk niet te snel met me wil gaan. Ja. Maar goed, het ging in ieder geval die tweede helft, het ging lekker, zowel verdedigend als opbouwend.
Ja, ja, ik heb een prima wedstrijd gespeeld, dus ja, ik heb niet heel veel te klagen. Ik ben gewoon fit, ik voel me goed. Dus, ja. Heb jij nog een voorkeur? Want je, vorig jaar heb je nog heel veel wedstrijden rechtsverdedigend gespeeld, nu in het centrum. Heb jij nog een bepaalde voorkeur? Nou ja, ik kan overal uit de voeten, om het zo te zeggen, op rechtsback. Middenveld heb ik zelfs gespeeld, dus ik heb niet per se een voorkeur, maar ik ben wel een centrale verdediger. Dus ja, daar eindig ik wel, om het zo te zeggen. Ja. Is het nou deze week nog langer nagesproken over het duel tegen Den Bosch? Niet per se lang, maar wel goed. Dus we hebben wel echt een goede bespreking gehad, waarin duidelijk werd ja, wat er nou precies fout ging en wat er ook goed ging. En ja, nu is het gewoon oog op MVV. Ja. Want MVV wordt weer een kwaaie tegenstander. Afgelopen maandag wonnen ze knap van NAC. Dus ook weer een ploeg die niet te onderschatten is. Nee, ik denk dat wij in onze positie sowieso niemand kunnen onderschatten op dit moment. Maar ja, wat ik zeg, wij moeten gewoon de 3 punten halen daar. En gelijk wegwezen. Heel simpel. Ja, want die rit is nog een eind terug natuurlijk. Hè? Ja, precies. Even 180 tegenaan terugweg. Goed, vorig seizoen ja, was dat Hosanna in Maastricht. Pakte ADO daar de eerste periodetitel. Heel overtuigend. Het zou lekker zijn als het succes voor dit seizoen daar weer in begint. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, want we hebben nu 2 wedstrijden uitgesteld, dat succes. Dus ja, de derde keer moet wel raak zijn. Ga je uit van een basispas? Ik ga nergens van uit, maar ik kan gokken van wel. Okay. Ja. Tot zover het interview met de verdediger Tyrese Asante. Dan zijn we nu toegekomen aan het overzicht van het programma van de diverse ADO-teams de komende dagen. Op vrijdag speelt ADO Den Haag de competitiewedstrijd uit tegen MVV in Maastricht. Die wedstrijd begint om 8 uur. Dan op zaterdag dan spelen de vrouwen van ADO Den Haag in Duitsland om 2 uur een wedstrijd tegen Essen, een oefenduel. Ook een oefenduel voor ADO Den Haag onder 21. Dat speelt zaterdag op de aftrap tegen FUK. Tot zover dan het programma van de diverse ADO-teams voor de komende dagen. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Studio ADO. Ben, jij weer bedankt ook voor je bijdrage. Thuis bedankt voor het kijken. En wat Studio ADO betreft graag tot volgende week. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer, maatwerk in keukens.